Het bedienen van de 3D-printer. Bij de 3D-printer moeten we een paar stappen volgen voordat de print echt gemaakt gaat worden. Als eerste gaan we de ondergrond waar de print op gemaakt wordt, gaan we goed schoonmaken. Je ziet nu het menu in beeld. Waar druk je nu op? Je drukt nu op Tools. En je krijgt dit menutje in beeld. En op dat moment gaan we deze gebruiken. Nu kunnen we met dit menutje de hoogte van het blad instellen. We gaan weer terug naar deze beeld. We drukken op de onderste. En je ziet dat het blad naar beneden komt. Je neemt het papier en de ethanol. Dat zit in die fles. En dat doe je een klein beetje daarop. En we gaan schoonmaken. Na het schoonmaken kunnen we weer verder. We gaan nu de hoogte van het plateau instellen. We gaan uit dit menu. En nu ga je, ik laat het menutje even zien. En je gaat nu naar hoogte. De printer gaat nu helemaal naar achter. Hij gaat omhoog. En we moeten nu zo dadelijk de hoogte instellen. Voor het instellen heb je een briefje erbij. Dat is dit briefje, dat zit bij de printer erbij. Dat heeft een bepaalde dikte. En de dikte tussen het plateau en de twee openingen, die moeten we instellen. Dus hij komt hier tussen. Dus tussen de twee spuitmondjes en het plateau in. En deze moet goed heen en weer kunnen. Dus met deze knoppen draaien we. Net zolang dat hij dus goed aan is. Nu zit hij te strak vast. Gaat hij dus iets losser. Totdat hij vrij kan bewegen. Dat is de eerste. Dan druk je op volgende. Hier doe je hetzelfde. Controleren. Onderin zit de schroef. Dan ga je naar volgende. Ook bij die controleer je. En je gaat naar de laatste controle. Helemaal goed. Gereed. Je gaat weer terug in het menu. Die. Nu moeten we de print ophalen. Daarvoor heb je nodig het stikje. Het stikje gaat aan de zijkant in de printer. Hij klikt erin. En nu gaan we hem opzoeken. Hier op het menu zie je deze staan. En ik zal weer van dichtbij laten zien hoe dat eruit ziet. Je ziet de stik. En je krijgt de naampjes in beeld. Nu moet je heel goed je eigen print zoeken. Naar beneden, naar beneden. Ik wil namelijk de sleutelhanger van de fiets printen. Dat is die. Er staat weer wat in beeld. En nu druk je gewoon op print. En hij gaat functioneren. Hij geeft ook aan wat er gaat gebeuren. Hij gaat nu opwarmen. Hij warmt namelijk het tableau warmt hij op. En hij warmt de twee nozzles, zoals die dingen, de twee spuitmondjes, die warmt hij op. Daar moeten we even op wachten. Hij is helemaal naar voren toegekomen. En wat je nu ziet is dat het tableau onderaan nu gaat opwarmen, het platform. Hij is nu bijna klaar met opwarmen en je ziet dat er al wat materiaal uit een van de nozzles loopt, een van de spuitmondjes. Dat haal je met een pincet haal je dat weg, de bijgeleverd pincet. Niet met je vingers aankomen, het is namelijk bijna 200 graden. Dus we halen het even weg daar. Heb je dat gedaan,
gaat de print vanzelf starten. De printer maakt eerst een lijntje rondom, dat is om de eerste materiaal weg te halen en dan gaat hij vanzelf verder met printen. Je print is nu helemaal klaar en we kunnen de print nu van het tableau afhalen. Daarvoor moeten we weer eventjes naar het menu. Daar naartoe. We moeten namelijk het tableau even omhoog halen. Dus omhoog en omlaag. Nu gaan we omhoog. Deze manier. En nu kun je je 3D geprinte sleutelhanger kun je eruit halen. En dat doe je met de krabber. Wat we nu nog gaan doen is de sleutelhanger vrijmaken. Want de sleutelhanger heeft namelijk aan de onderkant een onderkant gekregen dat op het plateau zat en de zijkant, de wall, moet er ook nog af. Dus daar pak je een tang voor en je probeert zo goed mogelijk je sleutelhanger van het onderdeel af te halen. Je ziet de onderkant die we hebben, die kan er nu af en je houdt de sleutelhanger hou je over. In dit geval het fietsje. Je kan dan de laatste onderdelen er nog een beetje afkrabben. En hier heb je je sleutelhanger. Succes ermee!